Laat maar komen, Mané, Agüero, noem maar op. Wie? Mané, ja, ik kan het zeggen. Joël Veltman! Ja, zijn humor is Veltman ook na een mooie transfer niet verloren. Na 18 jaar Ajax zoekt de verdediger zijn geluk in Engeland bij Brighton. Weet je hoeveel wedstrijden je nog nodig had om de 250 te halen bij Ajax? Voor mij zat ik op 246, 47, 246. Nog vier? Ja. Ja, precies. Dus het was echt heel, heel, heel dichtbij. Als je dat getal hoort, 246 Ajax 1, wat denk je dan? Ja, nee, prachtig. Ik weet nog wel dat ik de 100 haalde, weet je. En dan kom je in een club van 100 natuurlijk. Dat was al een mijlpaal dat je ja, een soort van u tegen zij. En dan, ja, dan zit je alweer bijna tegen 250. Dat is wel weer een andere stap, ja. Maar het is alleen maar een trots gevoel wat je dan hebt. En trots voelt Veltman zich al jaren. Elke wedstrijd in het shirt van Ajax voelde als een droom. Ik heb ook zoveel mooie momenten gekend met successen. Ja, jongens die terugkwamen als deling, noem maar. Het blijven ook mooie momenten voor clubs als Ajax. Dus ja, er zijn zoveel momenten dat je denkt van wauw, dat ga ik echt nooit vergeten. En natuurlijk recentelijk de Champions League reeks natuurlijk was prachtig. Dus dat soort momenten die blijven altijd wel bij. Eerste speelminuten van het seizoen voor Joël Veltman. Comeback kit hoor je altijd overal. Ja. Kun je daarin vinden en waarom? Ja, natuurlijk kan ik me daarin vinden. Natuurlijk, dat woord is een beetje gemaakt van de blessures en dan weer terugkomen. En uiteindelijk ging dat verdienstelijk dat ik steeds terugkwam. Dus vandaar comeback kit, ja. Zijn mentaliteit bracht hem ver. Niet per se het allergrootste voetbaltalent, maar wel de speler op wie Ajax altijd kon rekenen. Een karaktervoetballer. Als je dat niet had, zaten we dan ook hier? Ik denk het niet, te praten nee. Over een transfer naar de Premier League. Dan was je niet hierheen gekomen, denk ik. Ik bedoel, als de mentaliteit niet goed was. En natuurlijk, iedereen heeft wel een beetje talent, weet je. Anders speelde je denk ik niet bij Ajax. Maar word je niet ook niet gescout? Precies, precies. Nee, dat klopt ook wel. Dat geloof ik ook wel. Maar met die mentaliteit heb ik uiteindelijk wel 246 wedstrijden gespeeld. En zonder die mentaliteit zaten we hier niet. Van zijn teamgenoten en de staf nam Veltman vorige week al afscheid. De trainer wilde toch een soort van passend afscheid van de groep. En hij haalde me erbij voor de training, heeft weer zijn woordje gedaan. Je ziet het jongens, 246 wedstrijden altijd hard gewerkt. Mocht ik nog speechen? Ik ben helemaal niet van speechen. Maar ja, jongens bedankt. Weet je, cliché dingetje, auf Wiedersehen. Nee, dat soort dingen een beetje. Maar dat was wel een mooi moment, ja. Blind zijn nog volgens mij al mijn partners verlaten me. Ja. Matthijs natuurlijk, nu ik. Dus hij vindt wel weer een nieuwe partner. En Veltman op zijn beurt zoekt zijn voetbalpartner in het zuiden van Engeland. Zijn eerste transfer ooit. En dat op zijn 28ste. Het is geen Amsterdam, hè, Brighton? Nee, het is geen Amsterdam. Maar ja, ik zei ook toen, ik ben in IJmuiden geboren, zegt de havenstad natuurlijk. Dus ja, eigenlijk was het meant to be, hè. Was het ook een beetje nu of nooit, zo'n gevoel? Ja, een beetje wel. Nou, iedereen kent mijn verleden natuurlijk. Ja, weet je, 2 jaar geleden raakte ik geblesseerd. Was het natuurlijk moeilijk voor haar om weg te gaan. Vorig jaar ging Matthijs weg, dus er moest een plekje opgevuld worden. En ik was daar één van en ik zei van we willen je er graag bij hebben. Nou, dus daar hebben we overeengekomen en ben ik nog een jaar gebleven. Wat uiteindelijk nu is afgelopen dan, ja. Was het ook een afspraak inderdaad met Ajax? Zoveel gegeven, Veltman aan de club. Wij gunnen dit jou ook? Nee, klopt ook. Dat was ook toen afgesproken dat ze zeiden van we willen je er graag bij hebben. Dat was ook een beetje wel de afspraak van het jaar daarna gaan we het zo doen. Wat is de rol die ze voor jou weggelegd zien? Ik moet me wel focussen op de rechtsbackpositie. En ze weten ook dat ik centraal kan. En dat is mij verteld, waar ik heel blij mee ben. Ik bedoel, natuurlijk wil je ook op die positie gaan vlammen. En volgend jaar komt het EK eraan. Dus dat is ook wel in gedachten meegenomen. Dus uiteindelijk een prachtige uitdaging. Laat maar komen, Mané, Agüero, noem maar op. Wie? Mané, ja. Ik kan het zeggen. Nee, tuurlijk. Dat zijn wereldspelers, man. De Bruyne, noem ze allemaal maar op, weet je wel. Dus, maar je bent wel gewend nu. Nee, is ook zo. En eigenlijk zie ik het elke keer als een Champions League wedstrijd die ik ga spelen. Wat ook mooi was, het rugnummer. Ja. 34. Ja, hoef ik niet uit te leggen. Ik moest zeggen, in Brighton was het nog wel van, waarom 34, weet je wel. Maar ik bedoel, in Amsterdam is dat mooi ontvangen en dat vond ik ook. Ik kon kiezen tussen 3 en 34. En weet je, ik zei net voor het interview ook van, het is een nieuw avontuur, een nieuw begin. En een mooi speciaal gevoel bij Appie natuurlijk. En vandaar dat nummer 34. Appie vindt dit ook een geweldige stap ongetwijfeld voor je. Ja, 100%. Ik bedoel, als hij dat mee zou kunnen krijgen. En het kan niet, denk ik wel, via zijn familie natuurlijk. Dan
steekt hij wel even zijn duimpje op, ja. Een duim die hij ook kreeg van de fans van Ajax. Die de verdediger met een mooi spandoek nog even bedankte voor al die jaren. Ja, ik bedoel, natuurlijk, ik sprak met de mannen van de F-site, 14, die daar stonden. En die zeiden ook eerlijk, ja, weet je, natuurlijk hebben we af en toe ook wel eens uitgejouwd, weet je al. En we hebben ook op de banken voor je gestaan. En dan lijkt Veldman het laatste zetje te geven. Ja, daar ben ik de supporters ontzettend dankbaar voor. Voor het vertrouwen van directie, spelers die altijd in me geloven hebben. Ik ben af en toe een rare vogel, zoals je met filmpjes weet. Maar iedereen accepteerde me en ik lag altijd goed in de groep. Ook al zeg ik het zelf natuurlijk, maar ja, daar wil ik de jongens voor bedanken. En ik bedoel, Ajax is altijd mijn club geweest, zal altijd zo blijven. Dus nogmaals dank aan alle Ajax-zieden die een rood-wit hart hebben, ja.